die is kort. En voor een aantal jongens wat langer. Een aantal jongens hebben zondag niet gespeeld. Het zij omdat ze geschorst waren, geblesseerd waren of dat het fysiek gezien beter was dat ze niet gingen spelen. Dus die hebben zondag getraind. En de andere jongens hebben zondag nog gespeeld. Gisteren hadden we dus twee verschillende groepen. Een aantal jongens in het herstel nog van zondag. Een aantal andere jongens doorgetraind. Vanmiddag hebben we onze laatste training te gaan richting deze mooie play-off wedstrijd. Ja, hoe is de sfeer in de groep nu? Ja, uitstekend. Als je je doelstelling die je van tevoren weglegt met elkaar. En het is ook niet een doelstelling die je zomaar even 1, 2, 3 haalt. Dan moet je echt wel een hoop dingen goed doen. En je weet dat te halen met elkaar. Dan geeft dat heel veel vertrouwen. En ja, dit zijn de toetjes, zeg maar, waar we met z'n allen heel graag voor willen voetballen. Die spanning voelen dat er echt wat op het spel staat, dat je wat kan halen. En dan is de kunst om morgen op het moment dat het gevraagd wordt, het ook te laten zien met elkaar. Wat vind je er eigenlijk van dat het over één wedstrijd gaat? Heel interessant, omdat de ploeg die de play-offs wint, moet ook alweer vaak eerder aan het seizoen beginnen. En heeft dus maar een hele korte vakantie. Terwijl vaak die vakantie voor voetballers wel heel belangrijk is om weer een heel zwaar jaar tegemoet te gaan. Dus ik denk naar de toekomst toe dat het heel interessant kan zijn om de play-offs over één wedstrijd te laten gaan. Want daar win je dus een week mee. En een week extra rust voor spelers in een hele korte vakantie kan een groot verschil maken voor de rest van het seizoen. Dus ik hoop dat het een succes wordt. En het enige wat je wilt thuis voordeel geven aan de ploeg die hoger is geëindigd, want die wil je wel een beloning geven. Ja, finale op neutraal terrein met een vol stadion waar beide ploegen, net zoals bij de KNVB-beker, de helft kunnen vullen, zou ook heel mooi zijn. Maar ik denk dat het wel goed is dat het over één wedstrijd gaat. Nou, op zich goed. Op dit moment verwachten we dat Sam en Wessel niet inzetbaar zijn morgen. Komt nog net te vroeg. Gabriel is een twijfel. En alle andere jongens gaan we er op dit moment vanuit dat ze inzetbaar zijn. Nou, Utrecht is, vind ik, een hele stugge ploeg. We krijgen weinig doelkansen tegen, om het zo maar te zeggen. Hele volwassen ploeg. Ze hebben heel veel jongens met heel veel ervaring. Ook heel veel jongens die al bij grotere clubs hebben gespeeld. En ze hebben specifieke wapens. Nou ja, het is denk ik een hele complete ploeg, maar... Okay. We hebben twee keer gelijk tegen ze gespeeld in de competitie. Dus dat betekent dat als we ons niveau halen, dat we absoluut in de buurt kunnen komen van een resultaat. En met dat vertrouwen gaan we morgen ook naar Utrecht toe. Toen ik met Groningen bij Utrecht speelde, dat was de eerste wedstrijd na het overlijden van, volgens mij, die jongen Di Tommaso, de centrale verdediger. Ja, dat was... Ik krijg gewoon kippenvel nu. Dat gewoon die sfeer en hoe dat in het stadion ging, de entourage, dat vergeet je niet snel meer. En wij wonnen dan wel met 2-0. Volgens mij hebben we ook niet gejuicht bij die goals. Dus voor ons was het wel mooi dat we wonnen, maar voor mij was het meer speciale, de hele entourage eromheen, hoe dat toen was. Dat vergeet je niet snel meer.